Een hele goede dag. Dank jullie kijken. Prep en survival. Daar zijn we weer. Ja, even mijn handschoentje aandoen. Dat is wel eens handig. Want het is echt, echt wel fris. Zo, oké. Handschoentjes aan. Ja, jullie hebben het onderweg al gezien, hè? Al die metertjes langs de snelweg en zo stonden ook al een min 2, min 3 zag ik voorbij komen. Alles is een beetje wit van de worst. Dus het is wel fris. Dat maakt op zich niet uit natuurlijk. Want dat is eigenlijk weer super tof om andere dingen uit te proberen. En zoals je kunt zien. Ik heb niet heel veel gegeten. Maar ook dat test ik gelijk nog even tussendoor. Het is een nieuw jas. Met daaronder ook een nieuwe vliesjas. En daaronder nog een keer een trui en een t-shirt. Dus ik ben best wel opgeblazen nou. Maar dat geeft helemaal niks. Dan kom ik in een andere vlog, kom ik erop terug. Wat we vandaag gaan doen. Vandaag wordt eigenlijk ook even een korte vlog, dus moet ik delen maken natuurlijk. Vandaag, kijk hè. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien op de camera. Gaaf hè? Heel mooi. Lekker rustig ook in het bos. Maar we gaan vandaag wild schieten. Nou, jullie hebben het al een beetje in de in de titel kunnen lezen natuurlijk, dat zou ik doen. We gaan vandaag echt wild schieten. Met welk kaliber? Laat ik jullie straks natuurlijk even zien. Maar ik denk dat we, dus ik heb het vermoeden, dat we behoorlijk wat gaan knallen. Dus dat is altijd afwachten natuurlijk. Maar we gaan naar een plekje toe. Ik denk al een paar jaar is niet meer geweest. En we slapen voor de rest ook niet meer. Een paar keer geslapen. Een keer nog met Rick. Een keertje met Tony Pino volgens mij geslapen. Een keertje met Maaike. En that's it eigenlijk. Weet je, wat hebben we die plek eigenlijk achtergelaten? Maar nou, dat is allemaal best. En dan komen we niet meer. En dan zit ik een beetje te twijfelen om of daar te gaan knallen. Of een ander plekje. Maar misschien is het ook wel even leuk om te gaan checken hoe die plekken er nou uitzien, zeg maar. Omdat we al een tijdje niet geweest zijn, hoe de natuur dat eigenlijk weer overgenomen heeft. Ik ben daar wel eens een keertje, een week later, terug geweest. Omdat de moeders de vrouw, die had zoiets van, ik wil wel zitten, waar jullie eigenlijk dan hebben uitgehangen. We zijn even mooi wezen kijken. En dan zou het ook lekker wezen doen. En toen zag je er eigenlijk al, ik kan wel zeggen, helemaal niks meer van. Dus ik ben zeer benieuwd hoe het er nu uitziet. Leggen. Leggen niet. Hij staat. Hoe heet het ding? Schotse hoogland mee. Even kijken wat jullie kunnen zien, hè. Ook UJ. Het zijn de bladeren die je hoort vallen. Ik weet natuurlijk niet of jullie het horen. Ik film vandaag met de GoPro Hero 10. Het is een nieuwere. Ja, je hebt tegenwoordig de 11 heb je ook alweer. Maar Maaike liep ook elke zijstralen over filmen en weet ik het allemaal, dus je moet het allemaal zelf doen. Liep Maaike met mijn GoPro en ik kon dan met zijn grote camera lopen slepen. Ja. Dus met heel veel overwerk kon ik ook een dingetje kopen. Kon ik er nog eentje bij kopen, laat ik het zo zeggen. Maar dus we gaan vandaag gaan filmen. Ik heb wat instellingen gemaakt, heb gewoon van internet geplukt. Ja, dat vind ik een beetje waardeloos aan het cameraatje.
Die vorige kleine camera die ik had, was gewoon op knallen en gaan. Deze zit er wat veel meer instelling op. En voor de GoPro, ja, ben ik niet zo handig. Vind ik het niet zo handig, zeg maar. ISO-waarden en zo kun je stellen. Het is niet handig, vind ik. Als je er veel gebruik van maakt wel, maar anders niet. Maar ja, we gaan eventjes lekker doorlopen. Die jas moet ook warm worden natuurlijk. Oh, lekker, alles door elkaar, hè. Geweldig. Maar nee, die jas moet warm worden, zodat ik een beetje kan gaan zweten. Als het lukt. Vuursteentje. Daar zo. Vuursteen. En dan kan ik daar weer een andere review van maken. Zijn er een plekje aangekomen? Hier heb ik ooit wel eens gesnurkt met Maaike. Dat is tussen deze twee boompjes. Zeg maar, okay, die en die. En tot daar ligt het vuurputje. Of nee, hier zo voor had het vuurputje. En je ziet daar nog wel een klein stukje op. Je ziet daar nog wel een stukje verbrand hout liggen. Zeg maar. Maar als je dan kijkt, hoe is dat in. Ik weet toen een week, twee weken daarna, zeg maar, toen was het ook al bijna niet meer zichtbaar. Het is tot je het weet. Maar als je nou kijkt, even zo staan, hoe de natuur zich eigen weer helemaal, ja, hoe het zich eigen weer helemaal herstelt. Gers, hè? Het gaat echt heel snel. En zeker als je gewoon netjes gewoon je rommel meeneemt. Nee? Plastic en dat soort dingen, dat blijft echt heel lang leggen. Ik zie bij ons verderop, zie ik al een ballon hangen. Die hangt er al vanaf begin van het jaar, maar die hangt heel hoog. Dus ik kan er ook niet bij. Maar toevallig fietste ik voor het maken van deze vlogstukje van de week voorbij. En dan hing hij ook nog steeds. Dus die hangt er echt al drie kwart jaar. Die vergaat niet. Maar supergoed. Ik heb daar nog een plekje. Daar loop ik ook even heen. En dan... laat ik jullie ook even zien hoe die plekken daar eruit zijn gaan zien, zeg maar. Daar ben ik de laatste keer nog, dat is ook al een tijd geleden, met Alwin en Niels en Maaike ben ik daar geweest. Om ook wat dingetjes te testen voor de aankomende vloggen natuurlijk. Dus, kijk, gaaf hè. Hier zie je het. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, hè. Maar je ziet hier heel lichtjes. Zien tussen, daar zien we hem ook. Zien hem lopen. Een stukje rond. Misschien. Ik loop even een stukje verderop. En dan kan ik denk ik nog iets beter zien. Ik loop even een stukje daarin. Kijk. Ik denk dat je het beter zou kunnen zien. Je ziet hier. Moet ik even in het beeld kijken. Wat ligt er zo? Daar. Zie je zo een soort streepje door het gras heen gaan. Goed gaan kijken. Ik zie je zo zien. Dan zie je dat daar en daar ook een spoortje loopt. Nou, dat is eigenlijk de snelweg. De snelweg die dieren gebruiken door het bos. Ja, wij gebruiken de paden. Dieren maken hun eigen paden. En dat volgen ze eigenlijk. Nou, je kent een beetje. En die paadjes kun je eigenlijk al een beetje zien hoeveel erop gelopen wordt. Die wordt minder gebruikt dan die. Dus dat zijn wel interessante dingen natuurlijk voor het jagen, als je wil weten waar ze zitten. Nou lopen wij erop. Dat is meestal niet zo handig als je wil gaan jagen. Want ja, je laat wel geur achter. Je laat geuren achter. En dat wordt ze meestal toch een beetje argwanend. Van. Dus, dat is een plek waar wij lekker zo op gaan schieten. En als er voorbij komt natuurlijk, als er niks voorbij komt, dan valt er weinig te schieten. Dus, even kijken hoor. Ik wil deze kant op. Even kijken of dat gaat lukken. Lopen we eerst even naar het ene plekje. En dan daarna naar het andere plekje. Weet je wat lekker is?
Ja, ik fluister misschien wel een beetje. Ik weet niet hoe het hoort in de qua microfoon bij deze. Ik heb echt de dingen gekocht en ingesteld, uit de verpakking gehaald en hoppakee, meegenomen. Dat doe ik vaker. Maar nee, tijd voor gehad heb je nog. Maar even kijken hoor. Maar het is ook gewoon lekker genieten van de stilte, van de rust. En dat gaan we zo verder doen hoor. Dus even kijken. Hier loopt ook al een spoortje. Dus ik ga eens eventjes kijken waar we een heel mooi dingetje neer kunnen hangen. Hier zo, daar zo. Ja. Top. We lopen even naar het plekje toe. Ja, zeg maar. Je ziet er helemaal niks meer van. Hier gelegen met Maaike. Oh, en hier zo. Ja. Zeg maar. En Niels lag daar zo. Dus helemaal top. Je ziet er helemaal niks meer van. Dus is goed gegaan. Nou, vuurkoudje, ik zie nog ietsjes trouwens, even tussendoor. Dat moet ik wel heel eerlijk zijn. Ja. Maar. Dat is gewoon ja, as dichtgegooid en dan, ja, dan zakt het in natuurlijk. Maar voor het rest, je kan goed zien, de natuur heeft zich helemaal netjes hersteld. Wat ook niet veel nodig natuurlijk om te stellen. We hebben heel veel, heel veel goed achtergelaten. Dus, oké. Nou, wat ik ga doen, het idee is om daar te gaan schieten. Dus laten we even kijken. Zo. Plekje gevonden. Daar heb ik gezeten. Daar heb ik gezeten. Oh, een beetje in de microfoon praat mee. Aan die kant gezeten en daar gezeten. Dus ik denk dat dit een hele mooie plek is om alles klaar te gaan maken. Dus we gaan even het wapen erbij pakken. En waar gaan we schieten? Juist. We gaan vandaag plaatjes schieten. Natuurlijk geen dieren schieten. Maar grappig is, veel mensen reageren soms al onder de video's. En dan hebben ze al een oordeel klaar. Terwijl ze niet gekeken hebben naar het filmpje. Dat zal ongetwijfeld bij dit filmpje ook weer gebeuren. Ze kijken niet naar het filmpje. En dan zegt hij, je mag niet op dieren schieten. Nee, dat doen we ook niet. Alleen met dit soort dingen. Ja. Nou, wat is het? Je ziet het. Het is allemaal net uit de verpakking gehaald. Ik heb het bij batterijen geprakt. En ik ga het gewoon proberen. Ik had eerst een andere. Daar was ik een beetje testen mee aan het maken. Was geen handig ding. Maakte 3000 foto's van helemaal niks. En andere dingen geprobeerd. Voor de deur neergezet. De postbode, alles zag het niet. Maar wel 3000 foto's van een plant. Weet je wel, ook allemaal dat is gekheid. Dus verschillende dingen geprobeerd. In de schuur neergezet. Met een muizenvalletje. Ook iets van 3000-4000 foto's geknald. En één foto van een muis. Dus ja, dat ging niet helemaal lekker. Dus ondertussen overleed mijn opa. En toen zat de moed er eventjes iets minder in, zeg maar, om te gaan. Dat was wel een van mijn grootste fans die altijd keken en had geïnteresseerd was ook. En, dus dat was even op een laag pitje. Deze opnieuw gekocht. Een tijdje in de kast gelegen. En ik had gezien, ja, ik moet nou toch echt weer aan de slag. En wat gaan doen. Dus we gaan doen. Het is de Burrell S12.
S12 HD 4G. Dat betekent dat je met dat een simkaartje, heb ik nu niet aanstaan trouwens, met een simkaartje kun je de fotootjes binnenkrijgen. Dus als er iets voorbij krijgt, dan is dat wel super handig natuurlijk. Hartstikke leuk. Hebben wij niet aangesloten zitten. Wij hebben gewoon zo. Hoppakee. Wij gaan gewoon een week neerzetten. En over, ik denk een week, twee weken, gaan we weer ophalen. En dan gaan we gewoon kijken wat erop staat. Dat is eigenlijk even de bedoeling. Dus super benieuwd hoe het gaat. Ik heb me gewoon ingesteld op Full HD. 1080p. Filmpjes. Foto's, alles moet je gewoon maken. Er zit niet heel super dramatisch veel geheugen in, 16 gigabyte. Dus dat zat erbij. Dus dat moet ik gewoon echt even proberen. Dus gaan we ongeveer op, wat is het, heuphoogte? Zoiets, 70 centimeter, 80 centimeter, metertje onderbij. Dan zou die heel de hoek zo, zou die goed moeten doen. Dus we gaan hem even ophangen. En dat dan ga ik, die boom moet het eigenlijk doen, maar ik zie al dat die boom ietsjes scheef staat. Dus ik moet even kijken of dat ik wat ik daarop kan vinden. Misschien even een takje erachter of zo. Dus we gaan even kijken. Dat hier iemand komt, is heel erg klein. Nee. Sowieso ergens in de bossen is dat gewoon altijd gewoon heel erg klein. Maar de kans is er wel. Staat bosbeheer loopt weer. Lopen jagers lopen er rond. In een bepaalde tijd van het jaar lopen er zeker jagers rond. Onderzoekers, noem maar op. Bushcrafters, zoals ik, lopen er ook rond. En die kunnen dat soort dingen wel eens tegenkomen natuurlijk. Als ik ze tegenkom, laat ik ze lekker hangen. Want het is van iemand die er misschien ook hard voor gespaard heeft. Dus het is leuk. Misschien is iemand dan observeren. Is er een nest in de buurt met, ik noem even wat, dassen of zo die geobserveerd worden. Weet je wel, die iemand ontdekt hebben. Of zit er een paar reeën of noem maar op. Iemand heeft dat daar voor een bepaald doel opgehangen. Ja, ook om te jagen wordt het ook opgehangen. Dat is gewoon zo. Maar dat weet je niet. Dus kom je ze tegen onderweg. Lekker laten hangen. Blijf er lekker vanaf. Ga uit die buurt. Verstoort het voor de rest niet. En laat het gewoon diegene zijn ding doen. Dus je hebt er ook bij. Die vinden het absoluut niet leuk. En die hebben zoiets van, weet je wat, ik ga het pikken. Hè? Meenemen zonder toestemming. Ja, dat is niet zo handig. En dan gaan ze er met jouw spulletjes vandoor. Daar hebben we hele mooie sloten voor. Hè? Dit is ook zo'n heel mooi slotje. Ik zal hem eventjes openmaken. Die gooi je zo erin. En het grappige is, mocht je nou zo'n slot hebben. Kijk, hij zit er nou heel tof erin. Het slot zit erop. Zie je? En die komt nooit meer los. Maar, even een sleutel hier doen. Dat is wel een dingetje. Zo. Haal je hem eruit. Oké. Je gooit hem door jouw ding, door jouw kamer heen. Laat ik ook zo zien. En je doet hem bijvoorbeeld op deze manier de verkeerde kant eruit. Kijk. Stop. Dan kan het zijn. Kijk.
dan werkt het dus niet. Grappig, hè? Is wel even een dingetje waar je gewoon op moet letten. Mocht je zo'n slotje gaan gebruiken, dit is er eentje van Master Python. Ja, weet ik veel wat zeg, maar voor de rest ook gereed. Maar kijk, want hier gaat het niet meer in. En hier gaat het zo ook niet in. Ik zal het nog een keertje laten zien. Het slot is open. Het slot is dicht. Hier kan ik echt aan gaan hangen. Dan zit hij vast. Slotje erin. Je ziet. Hier. Je ziet het. Dan zeggen ze van, oh, je had het niet dicht gedaan, weet je wel. Ik ben allemaal van die internet helpen. Zo, hoppakee. Kijk, sleuteltje om. Ja. Sleuteltje er ook uit. Zo. En trek hem er zo uit. Dus is wel even een tipje om mee te nemen. Dus, ik ga het er even doorheen doen. Laat ik jullie zo met de camera zien. Want ik heb geen statief. Ik heb wel een heel klein statiefje bij me. Dus ik knal deze er even omheen. Zo, die zit. En hij zit goed. Je ziet, de muur vast. Goed zien. En dan zie je hem hier, gaat hij door de kamer heen. Ja, inderdaad. Zo, wat rijtje zit erin. Ze kunnen hem gewoon openmaken. En dan. Pik je ze SD, één simmetje, kunnen ze pikken, dat klopt, maar ja, ze hebben er voor de rest niet. Hier, kijk zelfs, plastic zit eraan, zie je dat? Nou, laat hem lekker zitten. Dus we gaan hem aanzetten en dan klappen hem dicht. En zo, gaat er nog een lampje branden of zo? Ik heb geen idee. Even kijken of dat die... Ja, oké. Okay. Setup. Dat is mooi. We vragen de code. En on. Nou ja, ik geloof dat hij aan is dan. Ja, ja, kijk. Pats. Ik ben echt zeer benieuwd wat er op tegen gaan komen. Ik hoop natuurlijk een wolf. Zou erg leuk zijn. Ik heb nog nooit een echte ding hier zo. Maar ja, ik vond gewoon een ree of een zwijntje of een vosje of dat soort dingen. Weet je wel. Ook zeer gaaf. Gewoon ook dat je die. Je kan ze eigenlijk ongestoord gewoon bestuderen. Ja, het ongestoord bestuderen. En dat vind ik wel gers. Dus top. We gaan naar huis. En we komen over 2 weken komen terug. Dus ik zou zeggen, let's go. En tot, ja, jullie kijken verder natuurlijk. Ik niet, maar ik ga naar huis. Dus ik zou zeggen, tot straks. Zo, daar zijn we weer. Even de wilde camera ophalen. Ik ben heel benieuwd. Of dat hij er nog hangt. We hebben een weekje gehangen. Ja, zo te zien hangt hij er nog. Kijk. Daar hangt hij. Zo. Daar zijn we weer. Tony erbij. Had ik idee. Nou, je ziet het. Hij hangt er nog. En een beetje opletten. De camera die loopt elke keer liggen door de kou. Maar we gaan hem iets eerder ophalen. Hij heeft een week heeft hij er gehangen. En ja, het is hier tegen de min 10 geweest als ik zo Tony moest horen. Dus ja, dan gaan de batterijtjes vaak wel snel leeg. Dus ik ben benieuwd wat erin zit. Ik ga hem er even afhalen. En dan gaan we kijken thuis wat erop staat natuurlijk. En
dat ga je nu zien. En dan kom ik daarna bij jullie terug. Dus, Ik heb geen idee. Even kijken of dat die... Zo, nou, jullie hebben het gezien. Volle foto's erbij natuurlijk. Ik zag voor zijn ree, zag voor mij snel even voorbij komen. Jullie hebben ze wel gezien natuurlijk. Ik moest nog echt goed op mijn gemak bekijken. Ik heb even snel op het kleine beeldschermpje gekeken. En ja, het is super makkelijk natuurlijk om de boel te inspecteren. Ik heb er een week gehangen. Dus er komt best wel het een en ander voorbij. Dat is leuk. Dat maakt het ook leuk natuurlijk. Zo kan je echt heel bos uitstippelen natuurlijk van wat er zit. Kijk, nu hadden wij er eentje. En de meerdere, leg je telefoon er ook even bijvoorbeeld op. Dat je het GPS-coördinaat kun je vastzetten. En zo kun je eigenlijk het hele systeempje kun je opzetten. En mocht je willen gaan jagen of iets, dan werkt het heel goed. Dus op die manier. Dus wij gaan lekker verder. Want we hebben nog zat te doen. We moeten nog meer dingetjes gaan. Dat is een vogel. Ik denk wat hoort nou, joh. We moeten nog een hoop dingen, andere dingen doen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Is een iets kortere vlog natuurlijk. Veel informatie heb ik al ingeschreven als dat goed is. Welke hoe en wat ik heb gebruikt. En ik heb het helemaal naar de zin. En dan gaan we gauw verder. Dus even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren natuurlijk op mijn kanaal. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Laters!